Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is bezig met het inrichten van quarantaineplekken in Saramacca. Ten behoeve van de melkkoeien die binnenkort geïmporteerd zullen worden. Minister Prelaat Siewdien zei gisteren aan journalisten dat de voorbereidingen van dit project goed verlopen. Op het moment dat wij geen melkpoeder konden vinden op de buitenlandse markt. Je weet, van de 7,5 miljoen liters melk welke we consumeren op jaarbasis. 1/3 produceren we zelf, 2/3 is melkpoeder. Maar toen het steeds moeilijker werd om aan melkpoeder te komen, hebben wij besloten van nee, ik wil het risico niet lopen op plotseling zonder melk te zitten. Vooral kijken naar de kinderen van ons. Dus we hebben toen onmiddellijk besloten als ministerie van we gaan onze melkboeren ondersteunen met een melkbeesten die we gaan importeren, want lokaal hebben we die niet. En zo is het besluit gevallen van, het wordt ook berekend, 1500 melkbeesten uit Brazilië. Die keuze is toen gemaakt. We zijn nu bezig onze quarantaineruimte in orde te maken op Saramacca, waar ze ondergebracht zullen worden gedurende de quarantaineperiode, om daarna aan de boeren verder te verstrekken. Boeren die nu al melk leveren aan de melkcentrale komen in aanmerking voor de melkkoeien. Het is deze groep die in het vak zit en de nodige discipline bezit om 365 dagen per jaar hun koe te melken. Met hun gaan we als eerste beginnen. En er komt ook een programma voor hun als ondersteuning. Maar wat hebben ze nog meer nodig? Bij een graslandverbetering bijvoorbeeld. Of bij de stal. Het zijn allemaal zaken die nu allemaal gevitaliseerd worden. Want in de wezen helpen, dan moet je dat goed doen. En het is allemaal in het kader van de voedselzekerheid welke we nastreven. Want de wereld wordt allemaal grimmiger en grimmiger. De prijzen van voedsel gaan steeds meer omhoog. Dus maar wij moeten tijdig op die zaken inspelen. Dus vandaar dat die planning toe gemaakt is om melkdienst te importeren. Nu is er ook een groep die is opgestaan en zegt van nee, we willen ook slachtbeesten hebben. Prima, geen probleem. Wij zijn er om daarbij te faciliteren en te ondersteunen. Natuurlijk gaan zij ervoor moeten betalen, maar als ze dat willen, graag zelfs, want wij willen onze productie gaan boosten. Dus, we staan helemaal open voor al die initiatieven. Het gras dat voor de koeien in quarantaine gebruikt zal worden, zal binnen een periode van 3 maanden worden geoogst. De aannemer die verantwoordelijk is voor het planten en de oogst is nu druk bezig met het proces, merkt Siewdien op.